We moeten onze waarden en normen niet aan een kant zetten omwille van politieke aspiraties. Woorden van minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking afgelopen woensdag tijdens een persconferentie na de regeringsraadsvergadering. Hij meent dat in deze verkiezingsperiode, waarbij veel mensen en politieke partijen bepaalde aspiraties nastreven, bepaalde uitlatingen tot conflicten kunnen leiden. En zoals ik daarnet zei, sociaal conflict of openlijk conflict, militair conflict, is nooit goed voor een samenleving. Dus ik wil wel een beroep doen op een ieder in onze samenleving, alle segmenten van die samenleving, om daarmee rekening te houden. Uiteindelijk zijn we Surinamers, we gaan die vooruitgang die is geboekt. Ja, sommigen vinden het misschien niet leuk, maar als we naar het groter belang kijken, dan moeten we erkennen dat er een stukje hervorming heeft plaatsgevonden waarop gebouwd kan worden. Nou, laten we dat ook heel eerlijk en toegeven. We kunnen van mening verschillen over veel zaken. En dat moet ook kunnen in een democratie, in een rechtsstaat. Maar laat het niet zo zijn dat we elkaar bejegenen als vijanden, als bijna niet-Surinamers, op een onheuse manier. De bewindsman zegt dat zulks gedrag niet waardevol is en dat Suriname hierdoor internationaal een slechte naam krijgt. Maar meer nog vind ik dat het niet past bij het Surinamers zijn. Ik zeg dit nu reeds, 9 maanden voor de verkiezingen, simpelweg omdat ik vrees dat het erger gaat worden. Alleen maar om een verkiezing te winnen. Dat is 1 dag, maar in 5 jaar. Maar laat het niet zo zijn dat het leven daarna daardoor ook verpest wordt. Voor een groot deel. Uiteindelijk met 600.000 mensen gaan we goed met elkaar moeten leven. En laat er een duidelijke discussie zijn met elkaar. En laten we dingen feiten verifiëren. Laten we ook hoor en wederhoor toepassen. Laten we kijken precies wat in die samenleving gebeurt. Maar zoals het nu gaat, vrees ik dat we meer tegenover elkaar gaan staan dan met elkaar. Ramdien roept elke Surinamer op om hier rekening mee te houden, niet als politicus, maar als medeburger. Hij benadrukt dat dit niet het beeld van Suriname moet zijn dat internationaal uitgedragen moet worden.